Kerrien van Krijg de Kleertjes. Mm-hmm. Welkom hier op mijn kantoor. Gaaf dat je even langs kon komen. Ja, leuk. Je bent een van de initiatiefnemers achter Krijg de Kleertjes. Vertel waar, in ieder geval het eerste, wat is het? Wat is het? Het is een website en het is een netwerk van ouders die zelf bij hen thuis ruil-events hosten. Op de website kun je kleding waar je kinderen uit zijn gegroeid aanbieden en zelf in ruil weer iets terug uitkiezen. Dat gaat per pakketten. En daar hebben we op dit moment zo'n 5000 leden voor uit heel Nederland. En offline, het ruilen in je buurt, dat zijn op dit moment 20 ruilpunten, noemen we dat. En dat zijn dus plekken waar je, als er een ruilmiddag is of een ruilavond, afhankelijk van wat vrijwilliger zelfs het prettigst vindt, langs kunt gaan om de spullen waar je kinderen uit zijn gegroeid in een tas in te leveren. En zelf weer een tas kleding die je kinderen wel passen weer mee terug te nemen. Ja, oké, tof. En in ieder geval is echt gewoon een mooie combinatie tussen online en offline ook. Ja, en het versterkt elkaar ook. Dat is mooi. Je merkt dat de mensen die ons kennen via online horen van, ze hebben ook een offline component. En andersom, mensen die offline komen ruilen, die hebben misschien iets in de krant gezien of in de supermarkt iemand een briefje zien hangen van er is een ruil middag, dat die dan ook weer op de site attent gemaakt worden. En het komt ook niet altijd uit op het moment dat je een ruilmiddag hebt om langs te gaan. Dus dan is het fijn om een alternatief van een website te hebben. Ja. Dat zijn een paar voorbeelden waardoor het elkaar versterkt. Ja. En waar komt u even vandaan? Want volgens mij zijn jullie nu 5 jaar lang ongeveer actief. Ja. Dus waar komt het vandaan en hoe heb je ook je eerste stappen gezet om het uiteindelijk ook het idee ook echt in de praktijk te brengen? Ja, het had een vrij lange aanloop. We zijn uiteindelijk in december 2012 echt live gegaan met de website. Daaraan vooraf, al in 2011 had ik denk ik het idee, omdat mijn eigen kasten thuis helemaal uitpeilden van de kleren waar mijn kinderen nog lang niet ingegroeid waren, omdat ik die cadeau had gekregen van mijn schoonzus. Dus ik was op zoek naar een manier om kleding op een verantwoorde manier iets mee te doen. En het zou ook leuk zijn om iets terug te krijgen. Mm-hmm. Toen stuitte ik op een site in Duitsland en een in de VS, die op die manier kleding ruilde. Ik was er heel enthousiast voor en heb vriendinnen gevraagd of zij ook zo enthousiast waren als ik. Allemaal vriendinnen met kinderen, allemaal hetzelfde probleem van wat doe je met die kleding als je kinderen weer blijven groeien. We hebben samen dat idee verder uitgedacht en ook wijzigingen aangebracht. En die voorbeelden die we in het buitenland zagen, die hebben we als basis genomen, maar we hebben het gewoon op onze eigen manier gedaan. In het najaar van 2012 zijn we gaan crowdfunden. Toen hebben we van honderden mensen hebben we €6.000 opgehaald om die website echt te kunnen bouwen. En hoe heb je die mensen verleid om weten? Ja, verleid, maar ook überhaupt gevonden. Want je aangeeft wel het idee. Maar ik had nu dan dus nog geen actieve gebruikersgroep. Dus wat meer een idee van, goed, dit willen we gaan doen. Ja. En om het uiteindelijk te realiseren, waarschijnlijk vooral investeringen in het platform, hebben we dat geld nodig. Ja. Alleen, hoe kun je dan van zoveel mensen dat ze dat geld krijgen en wat moet je er ook voor terug doen? Ja, we hebben als eerste een voorbeeldsite gebouwd. Dus we hebben een paar duizend euro geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat er een website was. Die functioneerde niet, maar er was een website, het was een mooie vormgeving en er stond een plaatje waarin al uitgelegd was hoe het zou gaan werken. En met die website zijn we op social media, Facebook en Twitter, al onze vrienden, alle kranten die we maar konden bedenken, via alle kanalen eigenlijk zijn we gaan zeggen, goh, wil je dat deze website uitgebouwd wordt tot iets wat je echt kan gaan gebruiken? Ja. Steun ons dan. Ja. En natuurlijk het probleem waar ouders tegenaan lopen. Je kinderen worden groot, maar hun kleertjes niet. Mm-hmm. En wat doe je er dan mee? Ja. Je kunt natuurlijk alles nieuw kopen. Maar dat kost heel veel geld. En het is ook niet duurzaam. Hè, want de kledingindustrie, dat kost heel veel energie om katoen bijvoorbeeld te produceren. Veel bestrijdingsmiddelen worden erin gebruikt. Dus het is niet duurzaam. En ruilen, dat is gewoon gezellig. En je krijgt er ook nog iets voor terug. Ja.
Ja, plus ik kan me ook voorstellen dat ook die doelgroepen ook. Ik heb zelf ook twee kinderen, één van drie en één van bijna vier. Twee en bijna vier. Gaat snel. Ja. En daar hebben we ook gezien dat ook jonge ouders ook wel fijn vinden om ook andere jonge ouders te ontmoeten. En misschien ook wat lief en ook vooral leed te kunnen delen. Ja, alhoewel aan het begin, toen we het crowdfunding waren, was het voor de online website en nog niet voor die. Ruilen in je buurt. Dus de nadruk lag toen echt op je geeft iets, je krijgt iets van een ander. Dus wel een beetje het contact. Mm-hmm. Hè, want ons platform brengt ouders met elkaar in contact. Maar niet per se direct dat ik je de hand kan schudden. Ja, behalve dan bij de mogelijke overdracht als dat fysiek zou plaatsvinden. Ja, want soms spreken mensen echt af om spullen te brengen of te halen. Maar je vroeg over het crowdfunden. Een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan was pakketten maken. Van als je een tientje doneert, dan krijg je dit van ons. We hadden een deal met Imps & Elfs en met een speelgoedfabrikant. Dat we ook een cadeautje konden geven aan mensen die meededen. En waar we mee werken is dat als jij een pakket wil krijgen van de website, dan doe je een betaling van €2 aan de website. Mm-hmm. Nou, degenen die hebben gecrowdfund, die kregen heel voordelig. Strippen noemen we dat. Die krijgen heel voordelig strippen van ons. Ja. Ja. Nou ja, en daar hebben dus honderden mensen aan meegedaan. Ja. En toen, want ja, toen was de campagne klaar. Dus hadden jullie het geld om ook zij te laten bouwen. Ja. Je had veel aandacht gekregen. Waarschijnlijk ook wel flink wat media-aandacht gekregen. Ja, klopt. Hoe hebben jullie toen uiteindelijk ook echt de eerste activiteit van de platform waar je stond op gang gekregen? Want uiteindelijk moet je natuurlijk ook, ik denk ook wel. Deels kun je dingen versturen, maar ook vaak zal het ook worden langsgebracht. Dus je moet ook wel iedere keer lokaal genoeg vraag en aanbod creëren. Dus hoe zijn jullie dat gestart? Nou ja, waar we mee zijn begonnen, toen de website eenmaal functioneel was, hebben we gezegd, oké, nu gaan we een periode inbouwen waarop we een voorraad gaan opbouwen. Wie zijn dan de eerste mensen om die voorraad op te bouwen? De crowdfunders. Dus we hebben opnieuw die contacten die we natuurlijk al hadden, omdat ze ons hadden gesteund, hebben we een juichende nieuwsbrief gestuurd. Hoera, onze website is online, maar je kunt hem nog niet gebruiken. Help ons om de voorraad aan te vullen. En zodra er voldoende pakketten zijn, dan gooien we hem open. Ja. Gaat hij van het slot af. Ja. En dan kun je hem gaan gebruiken. Ja. Nou ja, dat werkt heel erg goed. Want binnen een maand waren er voldoende pakketten om ook echt te zeggen van oké, er staat gewoon een hele mooie basis. Ja. En nu gaan we van start. En je gaf aan dat jullie ook qua concept ook hebben gekeken naar een aantal voorbeelden in Duitsland en in Amerika. Maar als je ook daar eigenlijk zelf hebben uitgekozen welke dingen gaan we doen en welke dingen gaan we niet doen. Mm-hmm. Wat zijn dingen die jullie bewust niet hebben gedaan die misschien daar wel werkt of waar je zelf misschien minder in geloofde? Nou, wat we bewust niet hebben gedaan is er echt een bedrijf van maken. De voorbeelden die ik zag, dat waren echt start-ups die bedrijfsmatig dit gingen aanpakken. Wij hebben vanaf het begin gekozen voor een stichtingsvorm. En ook gezegd, wij willen de vergoedingen zo laag maken dat we het gewoon kunnen draaien, maar we hoeven er geen lonen uit te betalen. En daar komt dan ook bij dat we zoveel mogelijk in de website zorgen voor contact van mens tot mens. Dus wij zitten daar zo min mogelijk tussen. In die voorbeelden in het buitenland stuurden de bedrijven dozen die mensen dan konden vullen naar mensen toe. Dat doen wij niet. Nee. Daar hebben we bewust. Dat is gewoon. Je wil dat mensen zelf zelfredzaam zijn. En, ja, dus je hebt eigenlijk al van de energie voor gekozen. Eerst inderdaad niet commercieel en een stichting. Daardoor ook de kosten ook van transacties zo laag mogelijk. Je was ook niet verplicht, in ieder geval daardoor ook niet in ieder geval de noodzaak om dat contact maar zelf te houden. En die mensen eigenlijk zo ver mogelijk van elkaar af te houden. Plus en, dat ook als jij inderdaad die dozen, waardoor je ook gewoon geen voorinvestering hoeft te doen. Ja, die hoeven wij dus niet op te sturen. En wat we er ook uit hebben gegooid is de verplichting dat je alles over de post doet. Dat vonden we ook niet duurzaam. Ze brengen nu mensen met elkaar in contact en die kunnen zelf afspreken of ze het misschien per post willen doen. Mm-hmm. Maar ze kunnen ook gewoon onderling afstemmen om te brengen of halen. Ja. Dus dan heb je die kosten niet en de milieuvervuiling die daarmee gepaard gaat ook niet. Ja, en zie je ook in het gebruik dat er een bepaalde groep is die bijvoorbeeld heel veel haalt of juist heel veel brengt. Hoe is die balans daar een beetje in? Ja.
Ja, dat is mooi, want er zijn inderdaad, beide groepen zie je. Er zijn groepen die, hè, bijvoorbeeld zwangere vrouwen die een eerste kind krijgen en eigenlijk weinig mensen in hun omgeving hebben met kinderen. Ja, die dit idee wel vinden, die willen heel veel ervan afhalen. Ja. Er zit wel een maximum op. Je mag maar 3 keer een pakket krijgen voordat je zelf iets moet geven. Dus dat is beperkt wat er kan. En er zijn ook mensen die in hun netwerk bijvoorbeeld heel veel mensen hebben, veel vriendinnen die allemaal kleding komen geven en die op een gegeven moment denken, wat moet ik hiermee? Ja. Maar die dit idee van krijgt kleertjes fantastisch vinden. Ja. En die dus pakket na pakket na pakket online zetten. Ja, ja. En als je kijkt, zo'n pakket waar het over hebt, in ieder geval zijn er bepaalde afspraken over van hoe groot wat erin moet of hoe werkt dat? Ja. Ja, inderdaad. Online zijn er afspraken over wat voor grootte van pakketje aanbiedt. Want we willen dat het zo eerlijk mogelijk ruil is. Dus dat iedereen ongeveer hetzelfde volume aanbiedt. We zeggen dan dat je een doos neemt die vergelijkbaar is met wat je op kantoor wel eens vindt met A4'tjes erin. En dat vul je dan als je kleertjes aan wil bieden met de kleding in 1 maat het liefst. Zodat iemand de maat kan uitkiezen die hij wil en niet ook nog een maat erbij hoeft te nemen die hij eigenlijk niet nodig heeft. Als je speelgoed aanbiedt, want dat kan ook, dan vul je het gewoon met speelgoed, maar kinderboeken, alles wat je kind over heeft en waar het uit is gegroeid. Maxi-cozies, die hoeven niet in een doos. Kinderwagens zijn al fietsen. Ik kijk naar zo'n kopieerapparaatdoos en dan denk ik van nou, dat wordt redelijk, redelijk compact. Dat prop je niet in. Nee. Dus dan is er een andere afspraak, namelijk het moet er gewoon goed uitzien. Mensen moeten het willen gebruiken. Ja. En als je het aanbiedt, zie je vanzelf wel of iemand het kiest. Ja, zeker. Wordt het ook vanzelf een keer van de site weer afgehaald? Want ik me voorstellen dat mensen het een keer online zetten en dan weer vergeten. Want dat zou het mij overkomen namelijk. Ja, dat gebeurt ook wel eens. We sturen een herinnering. Dus iedere 8 weken krijg je een mailtje in je inbox van hey, bestaat het eigenlijk nog? En wat ik ook iedereen adviseer die een pakket wil kiezen wat wat ouder is, is vraag even via het reactieformulier onderaan of het nog bestaat. Ja. En het komt wel eens voor dat een pakket er niet meer is en dan draai ik ook die ruil terug. Maar ik vind het verhoudingsgewijs heel weinig voorkomen. Ja. En als je kijkt naar de ontwikkeling van platformen, ook eigenlijk gewoon jullie initiatief en model in 5 jaar tijd. Ik begonnen met het platform puur online. Ja. En deels had je dan of fysieke ontmoetingen tussen mensen of niet, want dan ging het via de post. Je had het net ook over een stukje faciliteren van de fysieke kledingruil evenementen en punten. Hoe kijk je terugkijkend op die 5 jaar, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd tussen hoe je zijn begonnen en waar jullie nu staan? Ja, dat is inderdaad een ontwikkeling geweest die steeds meer van het online ruilen naar het ruilen in je buurt toe gaat. We zijn 3 jaar geleden begonnen met een aantal vrijwilligers die bij ons aanklopten en zeiden van goh, we vinden het hartstikke leuk om iets te doen met ruilen. Maar ik mag het ook gewoon vanuit mij thuis, zeg maar. En dat zijn we gaan faciliteren. Hebben we samen ook uitgedacht hoe je dat zou kunnen aanpakken. Welke regels gelden daar dan eventueel voor. En we ondersteunen dat ook doordat we dat bekendmaken via onze website en via onze Facebookpagina. Dus er ontstaat naast het online ruilen een heel netwerk van mensen dat graag in hun buurt ruilt. En die ontwikkeling die gaat eigenlijk steeds meer door. Dus er ontstaan steeds meer, we noemen dat ruilpunten. Nu zijn het er 20. Maar ik heb geregeld mailtjes in de inbox van mensen die vrijwilliger willen worden. Dus dat wordt gewoon steeds meer en steeds groter. Ja. Waar ik graag naartoe ga, dat proberen we nu in Utrecht, is dat er meerdere ruilpunten in 1 stad zijn. Omdat het heel mooi zou zijn als die ruilpunten, die vrijwilligers elkaar ook kunnen ondersteunen. Ja. Dat ze samen een berichtje naar de krant sturen. Samen misschien een event organiseren een keer. Ja. Dat is waar we naartoe gaan. Maar dan zie je eigenlijk dat waar aan het begin jullie rol heel erg was van het faciliteren van de fysieke kleding of inmiddels een online platform, waarbij eigenlijk jullie klanten, tussen haakjes, de eindgebruikers waren, mensen die kleertjes wilden hebben of mensen kleertjes over hadden. Ja.
Dat het nu veel meer aan te schuiven naar een platform of een organisatie die eigenlijk mensen helpt en faciliteert in het organiseren van offline ontmoetingen rondom kledingruilen. Ja, centraal staan nog steeds de ouders die het probleem hebben dat hun kinderen maar blijven groeien. Wat mag van mij, ja. Maar ja, dan die spullen blijven achter. Uiteindelijk helpen we hen dus zowel online als offline met ruilen in je buurt. En inderdaad, daarbij zijn we heel erg meer aan het faciliteren. Mm-hmm. Ja. En is het dan ook op lange termijn gezien zo'n platform nog daar de juiste tool in? Dat is wel grappig, omdat we eigenlijk nu heel erg in de tijd leven waar iedereen natuurlijk alles online platform hebben. Maar jullie ervaring is oké, ze zijn begonnen, maar ja. Uiteindelijk ligt toch die behoefte ook van een stukje offline om heel veel verschillende enorm goed verklaarbare redenen. Ja. Ook een stukje sociale contact. De vrijwilligers ook gewoon een stukje meer controle geven en ook blijdschap in wat ze doen. Ja. Is een peer-to-peer platform, zoals het eigenlijk van origine is begonnen, nog wel de juiste oplossing voor het probleem wat je op wil lossen? In ieder geval het juiste instrument. Ja, er zijn voordelen en er zijn nadelen van zo'n online platform. Het voordeel is natuurlijk dat je het kunt doen op het moment dat het jou uitkomt en ook als jij in een plek woont die geen offline ruilen heeft. Dus er zijn absoluut mensen die heel erg fan blijven van het online ruilen. Maar ik heb een maand geleden ongeveer een poll uitgedaan via onze Facebookpagina van waar gaat je voorkeur naar uit, mm-hmm. Onder onze leden. En er was misschien 1 persoon van de 20 reacties die zei van ik wil liefst online ruilen. En de rest wilde allemaal offline ruilen, omdat ze dan de kleding kunnen aanraken. Ze weten wat ze meenemen. Ze brengen hun spullen in. En ze nemen meteen mee wat zij mee naar huis willen nemen. Ja. En ze zijn klaar. Ja. Dus daar ligt zeker de toekomst, denk ik. Ja, ja. Ja, of misschien ook inderdaad even meer. Hè, het is nu misschien nog een beetje het online en offline meer echt langs elkaar heen. Ja. Of je hebt een online platform, of je hebt de offline events waar jullie ook op jullie manier die mensen ook faciliteren. Om dat goed te kunnen doen en daarmee ook drempels verlagen. Ja. Het zou misschien mooi zijn om richting de toekomst te kijken. Hoe kun je die twee, wat nu nog langs elkaar heen loopt, eigenlijk met elkaar gaan verweven? Ja, zeker. Geen idee hoe, maar dat valt er hier wel genoeg over na te denken. Ja, precies. Ja, het huiswerk te doen. Ja. Mm-hmm. Dus dat zou waarschijnlijk ook jullie eigen acquisitie zijn voor de komende tijd. En daar een soort van gouden ei in te vinden. Ja, nou ja, en ondertussen blijven we groeien, blijven er zich mensen melden bij ons die willen ruilen en merken we dat het echt in een behoefte voldoet. Ja, geloof ik zeker, want ik heb ook 2 kleine kinderen en ik herken het. Ja. Je kunt ze niet terugduwen, ja. Nee, dat gaat redelijk hard toe. Je merkt wel dat ze in het begin, als we dan nog niet kunnen lopen, dus de kleren iets harder gaan en iets minder deelbaar zijn dan... Ja, of wel, die zijn dan nog vaak heel mooi, omdat ze nauwelijks gedragen zijn. Klopt, ja, is ook zo. Ja, mooie dingen. Mm-hmm. Oké. Hey, dankjewel voor het gesprek. Leuk als je even hierheen wilde komen. Ja, ik zal ook even de linkjes ook even onder de video even zetten, zodat je het ook nog kunt checken. En veel succes met jullie supermooie expeditie. Dankjewel. Dankjewel.